Een hele goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik kom net uit de douche. Ik heb eventjes mijn haren gedaan. Ik ben nog niet klaar met mijn haren. Ik ga me even klaarmaken, even opmaken. Ik zie hier opeens een puistje. Waar komt dat vandaan? En daarna gaan we even onze auto inpakken. We gaan de kat even brengen naar Honey. Want wij gaan vandaag al naar Düsseldorf. Want we gaan daar even vannacht slapen. Want we vliegen dus morgen vanaf Düsseldorf naar Antalya. En dat is niet per se een vakantie. Maar dat ga ik even straks in de auto allemaal vertellen. Maar ik ga me nu even klaarmaken. Ik ben ready. Man, wij zijn ready, hè? Wij zijn ready. Koffers zijn daar. Ik ben eindelijk klaar. Ik zweep me echt altijd dood in het huis. Echt niet meer normaal, hè? Echt niet meer normaal. We zijn gewoon echt de dagen aan het aftellen dat we hier weg zijn. Vooral als we weggaan. Hele gang gewoon vol met ook al die kattenspullen natuurlijk mee moeten. En natuurlijk onze eigen tassen. Nou, de jongeren zijn er dan met onze kinderen. We gaan op vakantie. Assalamu. Doei doei. Oh. Nou jongens, wij zijn gewoon helemaal fully packed. Hele auto's vol. Lira is hier. Oh, Dina is hier. Ik ben aan het wachten op Nessim die een pakketje van het ophalen is die ik nodig heb. Want ik heb allemaal even supplementen gekocht voor op vakantie. En het is het laatste die ik moest ophalen. Maar ik heb het nog niet verteld. Maar wij gaan dus vandaag naar Düsseldorf en morgen gaan we naar Antalya. En het is niet voor vakantie, want het stond echt al heel lang vast. Maar het is dus voor Nessim's neuscorrectie. Ik weet dat heel veel mensen echt anti-plastische chirurgie en zo zijn op mijn kanaal en zo. Maar bij Nessim is het echt gewoon zoveel meer dan dat. Nessim heeft gewoon, ja, om heel grof te zijn, hij heeft gewoon een scheve neus. Hij is al eens een keer geopereerd aan zijn neus vanwege de, wat had het je ook weer? Heel veel bloedneuzen, elke dag. Ja, toen was hij ook al geopereerd. En 2 jaar geleden was hij betrokken bij een vechtpartij. En dat is ook niet echt goed geweest voor zijn neus, want hij heeft nu echt zo'n bobbel hier. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien hoor. Zien jullie dit? Ja. Hij heeft gewoon nu een heel erge bobbel op zijn neus. En ja, hij heeft er gewoon heel erg last van. Van met ademhaling en zo. Dus dat gaan we gewoon even lekker fixen in Turkije. Want daar zijn ze eigenlijk gewoon het beste in. En we gaan gewoon naar dezelfde arts die mijn neus ook heeft gedaan. Dus dan weten we gewoon 100% zeker dat het gewoon goed is. En het is ook echt iets wat je al heel lang wilt eigenlijk. Hè? Jaren. Ja, elke keer nee, dan wel weer ja. Ja, het werkt toch? Dat is wat druk. En ja. Maar ook elke keer met je twijfel. De ene keer zeg je ja, nou fuck it. En de andere keer denk ik van nee, ik heb toch echt heel erg veel last van mijn neus. Ja, en sporten. Ja, dus ik ga gewoon lekker mee om hem een beetje te steunen hierin. Hè. Snurk ik erg? Nacht. Soms snurk jij wel, maar niet zo heel erg. Het valt eigenlijk wel mee, maar je snurkt het wel. Nee, ook soms. Ik snurk ook, hè. Dat zeg je altijd. Jij snurkt sowieso. Jongens, daar zijn we weer. En nu met Honey erbij. En zo grappig, ik had jullie toch gisteren laten zien dat mijn nieuwe brillen binnen zijn. En ik kijk nu naar Hon. Laat jouw brillen zien, Hon. Kijk, één keer, ze heeft gewoon die blauwe van mij. Hoe toevallig. Wij kopen echt bijna nooit dezelfde dingen. Maar de laatste tijd hebben we echt heel veel dezelfde dingen. We hebben dezelfde oorbellen, we hebben dezelfde bril, alles gewoon. En ik draag tegenwoordig heel veel paars, hè, Hon? Kijk, ik heb nou ook paars aan. En bloemen. En bloemen, goed zo. Ja, het is gewoon, al die fashion komt gewoon weer terug. Nu hebben we allemaal dezelfde kleren. Jongens, hoe voorspelbaar? Ik ben hier met Nes en Pom bij de Starbucks. We hebben lekker cappuccino's gehaald en een chocoladebroodje. Wat heb jij gehaald? Lekker hoor! Aangekomen bij ons hotel, we gaan hier eens verblijven. Honey gaat even een selfie maken hier heel droog. Oh, go Honey, go Honey! Maskertje op, ik heb die van Puma op. Oh. Je hebt gewoon een paar. Hoe kom je hier aan? Heb ik gewoon laten maken. Guys, wij zijn in onze hotelkamer. Het is echt heel mooi hier. Ik ga starten met het toilet, want ze moet naar het toilet. Ik heb vandaag trouwens echt een lekkere sportje outfit aan. Met deze schoenen eronder. Dit is dus de badkamer. Ik vind het echt een heel mooie hotelkamer hier. We hebben echt een mega grote bed. Op beeld zie je dat niet goed. Maar het is echt best wel groot, hè? Het is heel groot. En het ruikt heel fris. I love it. Nou. Meis, wil je even laten zien hoe groot deze bed is? Even kijken, wat even. Nee, hij doet het al. Hij doet het al, ja. Oh, oké. Okay. Guys, ik wil je even laten zien hoe groot deze bed is. Zie je mij erin?
Daar gaat Hon, jongen. Doe jij, Hon. Doei. Daar zijn we dan. Ja, het is de Ahmedis. In Duitsland, Düsseldorf. Ik weet niet waarom ik zo praat. Ja, maar wij gaan lekker op zoek naar eten hier. Wel in het airport. En ons hotel, ik ga het even zo. We moeten hier overal maskers dragen. Ons hotel is letterlijk gewoon in de airport. En helaas is het restaurant in ons hotel gesloten. Dus we moeten echt gewoon naar de airport om eten te zoeken. Maar stel je voor als er alleen een McDonald's is, wat doen we dan? Want we kunnen niet naar het centrum gaan. Als ja, we kan wel, want dan moet je taxi en zo nemen. Ja, dan zou ik wel balen, maar dan zou ik het wel eten. Maar ik heb niet echt zin in McDonald's, jij? Nee, helemaal niet. Nee, ik ook niet. Maar we hebben gehoord hier dus een McDonald's zit en een grote Turkse restaurant of zo. Nou, groot heb ik niet gezegd, hè? Oh, dat was in mijn hoofd. Maar ze zeggen dat dit een van de grootste airports is in Duitsland. Dus ik verwacht er wel meer van. Dus we hebben een Turk gevonden. En het ziet er echt wel goed uit. Het past ook echt bij onze trip. En ze hebben ook gewoon warm eten. Kijk. Lekker eten. Jongens, dat hebben wij gewoon even op de airport gewoon gefixt in Duitsland. We hebben lekker mezen. En we hebben lekker fasulia. Heel blij. En dit was onze keuze tussen McDonald's of dit. Ja, dat was een wok, maar die wok was dicht. En hij zag er heel lekker uit. Maar dit is veel beter. Fasulia is echt gewoon niet normaal. Hij is top. Ik denk dat wij het wel lekker vonden. Heerlijk. Jongens, we zijn lekker op onze kamer. Ik ga heel snel editen voor jullie. Zo lief ben ik. Oh, wat ga jij doen dan? Ja, ik ga onze koelkast vullen. Nessie heeft ook een heel zwaar leven. Wat ga je nu doen? Huh? Ja, Nessie gaat... Slaan. Nessie gaat hier zo PlayStation. Hij heeft zijn PlayStation mee. Ik ga lekker editen. Ja, ik zag hem in jouw koffer. Ik wil eigenlijk al bijna flippen. Ja, ik wil eigenlijk al bijna flippen, want jij zei dat je geen ruimte meer hebt in je koffer. Het enige wat ik zag was een grote PlayStation. Oh my god, ja. Ik dacht, ik hou hem op, maar. I'm the best. Ik zag al dat je me had verstopt. Tussen de kleren? Ja. Dus ik ben echt slim. Je moet echt niet denken dat ik dom ben, hè? Dat je dingen verstopt met je kippenkontje. Even lekker water. Ik weet niet waarom, maar ik vind water drinken uit glas echt gewoon fucking lekker. Dit is gewoon mijn droom. In deze bed verdwijn je gewoon. Ik ga deze bed gewoon opeten en ik ga precies dezelfde halen van ons nieuwe huis. Je moet het merk opzoeken. Deze afmetingen wil ik gewoon. Oh my god. Hij slaapt gewoon. Ik heb gewoon geen last van hem. Kijk dan. Ik heb echt vallen, man. Nessie heeft even geslapen. Was lekker, hè? Geslapen. Ja, echt, heb ik geslapen? Ja, een soort van half. Ja, ik was een soort van half. Pas op alleen voor mijn... Ik heb lekker lopen editen en ben ik het uploaden, het uploaden duurt hier wel echt wat langer dan normaal. Die vind je wat slomer, maar dat is natuurlijk wel te begrijpen. We hebben best wel snel internet, ook al vind ik soms van niet. Hoe voel jij je eigenlijk? Vind jij het niet een beetje spannend? Want je zit wel de hele tijd een beetje relaxed te doen. Maar Nessie is vandaag heel erg vergeetachtig. Hij vergeet echt overal, hij vergeet echt letterlijk overal zijn spullen. Hij is al twee keer zijn tas vergeten, zijn portemonnee, zijn sleutels, weet ik wat. Volgens mij ben je gewoon een beetje zenuwachtig. Maar wil jij het niet toegeven? Ja, een beetje zenuwachtig. Nessie is een beetje zenuwachtig voor zijn operatie, wat ik echt begrijp. Maar ik denk dat je daarna zo blij zult zijn. Jammer. Trouwens, wat wij gaan doen, ik denk dat jullie denken dat hij een hele makeover krijgt. Maar dat krijgt hij, laat je neus eens zien. Ja, mijn neus die had ik laten zien. Ja, dat moet toch? Want, kijk. Film je zelf even? Wat moet ik filmen dan? Laat me even zien wat je gaat corrigeren en wat gewoon... Nou, hij gaat recht komen te staan. Ja, hij heeft een beetje een kromme neus. En via de zijkant, de bobbel. Ja, ik ga gewoon even in de camera kijken. Kijk eens op de camera. Mm. Kijk, wij gaan... We laten eigenlijk alleen maar dit stuk corrigeren. Hier. Ja. Dat is niet oké. En de neus is een beetje krom. Maar we gaan dus niet aan een neustip zitten. Nee. We gaan aan de zijkant kijken. Ook al staat hij een beetje omlaag. We willen zeg maar wel gewoon dat hij gewoon, ja, gewoon Nessie blijft. Het is niet de bedoeling dat hij opeens een heel andere persoon wordt. Maar hij wil gewoon dit gedeelte gewoon heel graag corrigeren. Want ja, hij heeft echt een bobbel. En als ik zeg maar erop druk. Het is gewoon ook echt gewoon. Een steen. Ja, het is gewoon, kijk. Het is echt heel hard. Dat is niet normaal, hè? Maar het komt echt. Weet je wat ik dus denk? Ja. Ik denk dus dat hij toen met die vechtpartij, zeg maar, dat hij gebroken is. Ja. En dat hij is gegroeid naar dat. Ja, naar een gebroken neus. Ja, want je hebt het echt gewoon letterlijk. Daarna heeft hij pas die bobbel gekregen. Hij had altijd wel een beetje krom, zeg maar. Maar die bobbel, echt, dat is echt sinds 2 jaar pas. En ja, dat is wel gewoon. Dus sommige mensen die lopen gewoon heel lang met een gebroken neus. En je lichaam die. Vormt zich naar ja. die breuk.
op een natuurlijke manier wordt die breuk dan, zeg maar, hoe zeg je dat, eigenlijk een beetje aan elkaar gelijmd. Je lichaam doet het gewoon, maar niet op de juiste manier, nee. Want kijk, dit krijg je. Maar ja, goed. Ik hoop dat je gewoon heel erg happy zult zijn. Ik ga nu mijn bananen-chocoladebrood in. Oh, Nessie heeft een broodje gekocht van een Duitse supermarkt. Kijk hoe lekker die eruit ziet. Dit is gewoon banaan met chocola. I can't. Ik ken het internetkabel die Nessie heeft meegenomen. Wat is dit? 10 meter internetkabel. Heb je 10 meter internetkabel mee? Ja, voor mijn PlayStation toch? Ben je... Ja, als ik me verveel met die operatie en zo, ben ik PlayStation. Ben je echt serieus met mij? Ja. En dan zeg ik, ik heb geen ruimte in mijn koffer. It's a look. Het is wel heel mooi. Mijn schoenen niet eens aan. Oh my god. Dan doe ik niet aan. Geen zin. Jezus. Wij gaan even lopen hier in het hotel. Heb je je schoenen aan? Kom op. Nee. Dat kan echt niet. Wat dan? Waarom moet ik lopen? Oh, kan het niet. Valt echt mee. Wat is dit? Wat? Het ziet er niet uit, ik moet ze werven. Wij gaan een cappuccino halen, want je hebt hier zo'n halletje. Heel schattig, met koffie en thee en koekjes en Berliner bol. Oh, zijn de koekjes weg, denk je? Oh, ik hoop het niet, en dan word ik echt boos. Want ik anders niet waar ik heen moet. Nice. Dit hotel is best wel mooi, hè? Sheraton is wel mooi. Sheraton. Is het serieus? Ja, echt. Oh, dan doe ik echt even mijn schoenen aan. Oh, jammer. Ja, je moet er niet aan zitten, hè? Corona. Jongens, we hebben toch wel koffie gevonden. Wat leuk. Alleen geen cookies. Tim vroeg net aan die man van, can we take it to our room? Toen zei die. You can take it home. If you want. Nou jongens, ik ben niet emotioneel. Ik heb niet gehuild. Maar ik heb gedoucht. Ik ga even mijn make-up weghalen met deze make-up doekjes. Ik ga zo denk ik ook gewoon gelijk de volgende vlog van morgen even editen en uploaden. Anders ga ik morgen dus struggelen met mijn vlog als ik een Antalya ben. En dan heb ik echt geen zin in dat het weer te laat komt, bla bla bla. Ik wil gewoon lekker op tijd komt. Hey guys, even mijn crème aansmeren. En ik denk dat ik hierbij ook gelijk gewoon de vlog ga afsluiten. Want ik ga gewoon even lekker snel aan het werk. En daarna ga ik gewoon lekker pitten. We gaan nu even onze supplementen slikken. Dan hebben we dat ook weer binnen. Eentje of twee? Van deze twee, hè? Twee. Ja. Voor het slapen gaan lekker twee. Nou jongens, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Oh, ik heb wel een beetje veel opgeruimd.